Witsel zit ernaast, maar Poborski reageerde daar niet op. Wordt niet goed bereikt. Wordt ook heel snel direct gespeeld op Juri Mulder. Nu een diepe bal op Roy. Die kan wel aannemen. Dan is er eventjes balbezit rondom het 16 meter gebied. De Vossen weer dreigen. Roy. Duurt allemaal iets te lang. Het is daar ook vaak vol waar Brian Roy zijn acties moet maken. Blijkt uit de kans die hij nu kreeg. Moet natuurlijk naar zijn linker. En kan daar niet echt uithalen. Nog 5 minuten. Nog steeds 0-0. Jonk. Van Vossen. Poborski, daar gaat hij weer. Voordeel, nee match. Daar is niemand, Jonk. Misschien nu een countermogelijkheid. Juri Mulder. Met Katlec. Is er langs, bal blijft binnen. Mulder. Komt wat snelheid tekort, gebruikt goed dat lichaam. Maar kon de paas niet geven. 2 tegen 2. Jong. Jong, is goed. Maar weer een keer schieten. Maar de samenwerking tussen Mulder en Roy laat nog een beetje te wensen over. Vooral als Jong dan in balbezit is. Waar gaat de diepe spits naartoe? Waar gaat de schaduwspits naartoe? Dat is natuurlijk ook moeilijk als je voor het eerst met elkaar speelt. Dat is de handicap voor Advocaat in deze interland. Handicap omdat dus Ronald de Boer niet fit is. En meer gewend is om op die diepe positie te spelen. Talent. Aaron Winter. Van Vossen, dat is goed. Van Vossen. En nu. Hoekschop. Van Vossen weer met een goede actie aan die linkerkant. Hij krijgt ook meer ondersteuning doordat Frank de Boer in die verdediging meer die linkerkant houdt.
Aan die rechterkant staat Taument iets te geïsoleerd te voetballen. Dat is een oud probleem bij het Nederlands zelf in deze opstelling. Omdat Winter vooral verdedigend moet assisteren. Vandaar dat er ook veel over die linkerkant gaat bij het Nederlands zelf. En dat daar ook meer de dreiging vandaan komt. Van Vossen. Dan gaat hij weer. Opportunistisch. Gewoon kijken waar het schip strandt. Het zou stranden op een overtreding van Van Vossen. En dat vind ik niet goed gefloten door Sandor Poel. Daar was niks aan de hand. Het publiek is het er ook niet mee eens. Met die beslissing van Sandor Poel. Zo is de officiële speeltijd verstreken in die eerste helft. Er was eigenlijk één echte kans voor Tsjechië, dat schot van Nemec. Nederland had vier goede kansen. Kopbal van De Boer, daarna die kopbal van Mulder. De Boer had op de lat gekopt. Roy, twee keer op de keeper. En het schot van Wim Jonk. Maar echte uitgespeelde kansen zijn er nog niet geweest in die eerste helft. Moment. Goed meegegeven aan Winter. Nu was die combinatie er wel aan de rechterkant, doordat Winter dus Moment kon ondersteunen. Alleen het vervolg was er niet. Juri Mulder met een overtreding. En het is tegelijk het eindsignaal van de eerste helft. 0-0. Nederland had iets betere kansen dan Tsjechië. Maar die 0-0 is gezien de veldverhouding toch wel terecht. En ik ben benieuwd of Advocaat het centrale aanvalsduo intact houdt. Met Juri Mulder als diepe spits. En Brian Roy daarachter. Dat zullen we zien in de tweede helft. Nu naar Juraatjes op het veld in de Kuip. Ja, om u te vertellen dat wij in de rust eventjes hier het veld zullen verlaten. Twee reclameblokken zitten daarin en in de tussentijd. Praat Frits Barend tussen die twee reclameblokken in. Dat bedoel ik met Piet Keizer even over de eerste helft. Dus ik zie u graag weer terug hier zo in het stadion over een aantal minuten. Tot zo. De rust van de wedstrijd Nederland-Tsjechië. Een ruststand van 0-0. En we praten met Piet Keizer. Piet Keizer, de oud-linksbuiten van Ajax. Legendarisch linksbuiten. Piet, de opstelling, een verrassende opstelling. Want Juri Mulder verscheen in de spits als vervanger van de geblesseerde Ronald de Boer. En niet Patrick Kluivert. Waarom denk je heeft de bondscoach gekozen voor Juri Mulder en Patrick Kluivert op de bank gelaten? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het is, Kluivert is de eerste keus geweest van de selectie. En, het enige wat ik kan concluderen is dat hij hem gekozen mee, of geselecteerd heeft om wat ervaring op te doen dan. Maar we hebben gisteren de training gezien. Toen was Juri Mulder, maakte een hele sterke indruk. Ook met Patrick Kluivert. En misschien ook is Juri Mulder eens gewend met twee spitsen te spelen. Dat hij meer ruimte maakt voor Brian Roy. Dat Brian Roy wat meer... Kan een overweging zijn. Het is voor mij een pure verrassing. Ja. Het is sowieso een verrassing dat De Boer afgevallen is. Maar ja, die was geblesseerd. Ja, kennelijk toch, ja. Brian Roy in die positie op het middenveld. Waar Bergkamp normaal speelt, Liedmanen bij Ajax. Hoe vind je dat hij doet? Ja, na de eerste 10 minuten, of het eerste kwartier ging het wat beter. Dus ik zag op een gegeven moment Brian en Errols in het strafschopgebied staan te verdedigen. Ik dacht, ja, als het zo gaat, dan komt hij niet aan zijn trekken. Naderhand ging hij naar mijn idee wat meer naar voren spelen. Ja. Wat dieper spelen. En daar kwamen ook een aantal redelijk goede momenten kwamen eruit. Tenminste, de bedoeling wat Brian daar kan doen, ja, werd duidelijk. Vier kansen wat Nederland zelf in de eerste helft. We gaan even naar drie kansen kijken uit de eerste helft. Als jij er even wat bij wil zeggen, vrij trof van Jonk, hè? Ja, ik zat net te kijken waarom Wietske niet wegloopt. En dan kopt De Boer meer en daarom moest Wietske blijven staan. Oh, het is allemaal over me. Nee, hier kun je het nog zien daar. Wietske niet meegaat bedoel je? Ja, dat hij niet meegaat, maar hij moet duidelijk blijven staan. Omdat De Boer daar heel gevaarlijk wordt ineens. En dat gebeurde een paar keer met de kop. En dan krijg je die tweede, Aaron Winter. Aaron, een mooie pas. Leek het. En dan komt Brian precies in de positie die hij... Ja, met zijn rechterbeen alleen, hè? Die moet bezetten ook. En waar hij vanuit de diepte kan komen. Daar komt een hoop gevaar uit. Maar hij moet diep en diep blijven bespelen. Dan is het gevaarlijks. En dan die schitterende bal van Jonk.
Die laatste? Ja, ja, dat lokje. Dat is een fantastische bal. Dus hoe makkelijk hij hem schiet, dat zie je elke keer weer. Wat zou jij veranderen? Of zou je iets veranderen in de tweede helft? Nou, de eerste helft is Nederland in ieder geval, vind ik, niet agressief geweest. Als de Tsjechen die bal in de ploeg hebben, dan lijkt het wel of ze voorstaan. En ze krijgen alle gelegenheid om die bal moeiteloos voor te spelen. Dus ik denk dat het team als geheel een stuk op moet schuiven. Ja. En ze gewoon veel meer onder druk moet zetten. Piet, bedankt. We zien je na de wedstrijd, want wij gaan weer even wat geld verdienen. Stadion Feyenoord en de stemming zit er volop in. U ziet het hier achter mij, waar de nieuwe business seats zijn gemaakt. En hier aan deze kant naast mij is de spelerstunnel open gegaan. Het Nederlands elftal is weer op de grasmat. Ik geef het commentaar weer door aan Jan Roels. Voor zover ik kan zien vanuit mijn commentaarpositie, geen wissels bij het Nederlands elftal. De Tsjechen zijn nog niet op het veld. Peter van Vossen dus, vooral in dat tweede deel van die eerste helft, goed opdreef aan die linkerkant. En hier de bondscoach, die dus nog geen wijzigingen aanbrengt in zijn elftal. Maar deze stand, 0-0, is zeker niet genoeg. Nederland wil hier en moet eigenlijk winnen van Tsjechië in deze thuiswedstrijd. De Tsjechen die het WK afgelopen zomer in Amerika niet haalden. Ze speelden in groep 4 in de kwalificatieronde als de vereniging van Tsjechië en Slowakije. Ze eindigden achter Roemenië en België. Ze gokken nu dus op die tweede of eerste plaats in de EK-kwalificatiegroep 5. En die strijd zal ongetwijfeld gaan tussen Noorwegen, Nederland en Tsjechië. Goed, Brian Roy zou dus volgens Piet Keijzer iets dieper moeten gaan spelen. Maar ja, hoe los je dat dan weer verdedigend op? Dat betekent weer dat er een zwaardere last komt op de schouders van Wim Jonk. En algemeen bekend is ook dat hij niet echt een superverdediger is. En dat ontbeert het Nederlands elftal natuurlijk in het algemeen. De strijd moet worden aangegaan, natuurlijk. Maar een type als Jan Wouters wordt ook in deze wedstrijd toch wel gemist. Net zoals die tweede helft in Noorwegen het geval was. Maar dat is voltooid verleden tijd. Jan Wouters is met pensioen wat betreft het Nederlands elftal. En dat geldt dus ook voor Koeman en Rijkaard. En nu moet deze generatie het doen. Van Vossen bijvoorbeeld. Jonk. Inschuivende Stan Valks. En ook geen wissels bij de Tsjechen. Dat betekent dat ook trainer Dusan Urin vertrouwen heeft in zijn mannen. Hier is Roy. Tuurlijk, met rechts venijnig uithalen. Kort gedraaid. Dat is een goede actie in het 16 meter gebied. Daar moet Roy spelen. Daar moet hij opduiken vanuit die tweede lijn. En venijnig dus uithalen. Goed gegeven ook van Mulder. Buitenkant rechts, Roy dreigen met links, Kappen eventjes ruimte hebben. Alleen Srinicek staat op de goede plek. Legioen is ook weer een beetje wakker geschud na de pauze. Kijken of Nederland ook de Tsjechen dus iets meer duimschroeven kan aandraaien. De Tsjechen iets meer vastzetten. Maar dat lukt natuurlijk niet op deze manier. De Vossen die ook eventjes werd aangetikt. Aan de kant van Tsjechië hebben we natuurlijk nog heel weinig acties gezien van die twee spitsen. Horst Siegel en Pavel Kuka. Amper in het spel betrokken geweest. Vaak wel meer bij Tsjechië vanaf het middenveld van Poborski, Nemec, Lutament. Dat is goed gedaan. Goed in balbezit gebleven toen hij zag dat die achterlijn werd afgesneden. Blind. Mulder. De bal niet echt bij zich houden. Winter duikt er achterop, dat is goed.
Alleen kon de bal niet bij het moment komen. Opnieuw Winter. Koekas zou kunnen. Bilek. Blind. Winter. Onzorgvuldig. Nederland blijft wel in balbezit. Van Vossen. Roy. Aansluiting is wat weifelend van Jonk en Winter. Nu Taument. Durft. Probeert een overtreding eruit te halen. Goed verdedigd van Nemec. Kuka, Nemec. Jong. Mulder. Misschien met wat ruimte. Goeie bal op Roy. Ja, goed gedaan van Juri Mulder. Die samenwerking lijkt nu iets beter te gaan. Applausje ook van Brian Roy op die bal van Juri Mulder. Precies op maat gegeven. Maar met die man in zijn rug kan hij niet echt goed koppen. Maar goede actie van Juri Mulder. Winter. Jonk. Taument vraagt. Nu pas Frank de Boer. Ritsche beweegt. Van Vossen. Tsjechen laten zich nu ver terugzakken. Te zoeken naar de opening. Jonk. Jonk. Nemec. Die krijg je moeilijk van de bal. Zeer behendige speler. Bestrijkt dat hele middenveld. Heeft een vrije rol ook op dat middenveld. Wordt nu afgestopt door Winter, maar foutief. Ongeoorloofd. Vrije trap voor Tsjechië. Ja, is knap. Technisch goed van Taument, alleen één mannetje te veel. Wel een vrije trap. Nee, een inworp. Te fel. Scheidsrechter laat toch weinig toe. Advocaat beklaagt zich over de arbitrale leiding. Dat er inderdaad weinig zou mogen in het veld. Mulder. Blijf storen. Taument stoort nu ook. Roy jaagt op de keeper. Ja, dat heeft nut. Jonk. Roy vroeg om die bal. Maar Jonk nam het initiatief om doelman Svinicek te verschalken. Van Vossen, onnauwkeurig. De Boer met Kuka.
Fuka voorlopig nog in zijn zak. Frank de Boer. Hetzelfde geldt voor Falks, die wat meer op Siegel speelt. Daar liggen de problemen voor Nederland ook niet. De problemen liggen op het trein van het creëren van kansen. Het tempo zou iets omhoog moeten. Basis nauwkeuriger. Zoals deze bijvoorbeeld van Danny Blind. Mulder blijft werken. Correcte sliding. Van Vossen. Jong. Nederland drukt iets. Poborski. Komt er niet uit. Weer goed opgevangen. Jong, die loopt zich vrij. Roy nu. Mulder beweegt niet. Daardoor kan Jong die bal niet kwijt. Kijk nu ook, wijst ook van ga dan diep, dan kan ik die bal kwijt. In ieder geval dus wat pressie van Oranje. Paas is niet goed. Misverstand tussen Roy en Aaron Winter. Kluivert. Ja, het is een goede voetballer. Maar om die jongen onder deze omstandigheden te laten debuteren, als het niet echt loopt en er gescoord moet worden. Mulder. Mulder is goed, misschien meegeven aan Blind. Winter, weer een schot vanuit de tweede lijn. Jurie Mulder kon die bal net niet goed meegeven aan Danny Blind. Toen moest hij terug naar Winter. En dat schot moest toen van ver komen. De eerste 10 minuten van de tweede helft zijn in ieder geval voor Nederland. Maar ja, het moet worden uitgedrukt in doelpunten. Jonk heeft haast. Daar zit dus Kluivert rechts naast Boeman van der Sar. En wie weet komt hij er nog in. Jonk heeft meer ruimte om te voetballen en om te schieten. Het gat tussen de twee spitsen van Tsjechië en de verdediging is nu levensgroot. Op het moment dat Nederland dus Tsjechië vastzet. En daardoor blijft Nederland ook continu in balbezit, omdat die twee spitsen goed worden afgeschermd. Kijk, nu worden ze niet bereikt. Nu pikt Blind die bal op en staat Tsjechië weer onder druk. Van Vossen. Attent op het missertje van Witsche. Van Vossen. Weer op avontuur. Van Vossen. Ja, zo'n balballetje. Ja, dat kan niet. Scoren vanuit een andere hoek tegen PSV. Wonderschoon doelpunt. En hij denkt, laat ik het nog een keer proberen. Alleen draaide die bal niet goed genoeg. Dat Nederland moet winnen. En het doelpunt hangt ook een beetje in de lucht nu voor het Nederlands elftal. Mits ze maar de Tsjechen onder druk kunnen houden en niet foutief gaan pasen.
Calment. Handig die overtreding uitgelokt. Wist dat hij niet bij de bal kon komen. Lichaam ertussen. En dan de gele kaart voor Sugo Parek. Meer wegens mopperen dan wegens deze overtreding op Taument. Mopperen, daar houdt de Hongaar niet van. En Kluivert loopt zich dus inmiddels toch warm. Omdat Advocaat wel wat zou moeten als het 0-0 blijft. En Kluivert natuurlijk een goede optie is om iets te forceren. Van Vossen. Nu. Goed, Van Vossen. Kan hij die bal inhouden? Ja, nee. Achter. Maar de werklust van de Zeeuw is er vanavond. En misschien straks met het finesse van deze 18-jarige Ajaxiet. Moeten de Tsjechen toch buigen op een gegeven moment. Ze staan onder druk, dat is duidelijk. Jong. Winter. Mulder. Goed gegeven aan Winter. En dan de overtreding. Dat is duidelijk. Of het is Roy die erdoor was natuurlijk. Weer een goede combinatie tussen Mulder en Roy. En dan de libero die zijn lichaam ertussen zet. En Roy de weg blokkeert. Geen kaart, maar wel een vrije trap voor het Nederlands elftal. Op een gunstige positie. Frank de Boer kan hem nemen. Wim Jong kan het ook. En ook Roy staat klaar met zijn linkerbeen. Het wordt Jong. Het wordt Jong. Geen doelpunt. Wat een alleraardigst. Eerste kwartier van de tweede helft, doordat Nederland wat vrijer is gaan voetballen. Veel meer initiatief heeft genomen, agressiever is gaan voetballen. En meer durft. Omdat de Tsjechen geen kracht meer lijken te hebben. Maar het kan bedrog zijn, want één actie van de twee spitsen kan dodelijk zijn. Winter. Roy. Wordt daar vol in dat centrum. Moeilijk combineren. Dit kost kracht voor Witsko om achter zo'n bal aan te gaan. Geeft de Tsjechen de kans om er weer een beetje uit te komen. En nog steeds die 0-0.